goud, dat doe je het uiteindelijk voor. En te weten dat, dat er niemand sneller is op de wereld dan jij, dan ik. En dat het gelukt is na vorig jaar, na de Olympische Spelen. En dan nu nog een keer is echt geweldig. Tijdens een 50 meter kijk ik nooit naar anderen. Dus dan zwem je gewoon 50 meter, tik zo snel mogelijk aan. En dan duurt het een paar seconden voordat ik echt mijn naam op dat scorebord kan vinden en een eentje erachter zag. Toen ik dat eenmaal zag, toen was echt wel heel veel blijdschap en opluchting. Ontzettend trots natuurlijk. Eerst drie keer brons en dan de laatste dag nog even goud er tegenaan. Dat was super, geweldig. Ja. Ja. Ja, het is een goede prestatie na de Olympische Spelen van vorig jaar. Dus dat is echt precies gisteren, ook een jaar geleden. De 50 vrij, dezelfde tijd als vorig jaar. Dus dat is super. Ik zag dat u de eerste omhelzing had. Hoe trots bent u? Ja, geweldig. Oh, dat was fantastisch, hè? En toen u eenmaal besefte dat ze nou weer goud had, hoe kwam dat over bij u? Nou, dat vond ik fantastisch, want dat had ik helemaal niet verwacht, hoor. Ja, dat is geweldig.